En wij gaan naar voor het laatste shownieuws over naar Karin Rietenhoven van Story. Karin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hi. Hi. Het shownieuws, gaat het ook nog steeds over Martine Bel, neem ik aan? Ja, op dit moment wordt er ergens in Nederland de uitvaart gehouden. Ik sprak gisteren Maarten van Nispen, de woordvoerder van Joop van den Ende. En ook zeg maar de woordvoerder van Martine sinds haar hersenbloeding kreeg. Heeft hij altijd zeg maar het nieuws verteld. Ja. En die liet me gisteren weten dat het echt een hele kleine intieme bijeenkomst wordt. Met alleen familie. En weinig collega's. Alleen echt hele goede vrienden. Ja, waar wonen ze ook alweer? In Maarsen. Zal het daar ook wel in de buurt zijn? Nee, dat denk ik wel, ja. Je hebt verschillende... Zat voor haar dood had ze echt wel aangegeven wat ze precies wilde. Ja. Dus misschien heeft ze ook wel aangegeven waar ze begraven of gecremeerd. Dat is ook nog niet duidelijk. Wilde worden. Ja, en respecteren jullie dat dan ook als ze zeggen van het is zo'n kleine bijeenkomst en we willen daar gewoon geen pers en niks bij? Thuis. Ja, ik nee, maar een fotograaf heen gestuurd om toch een plaatje te krijgen? Ik weet het niet wat ze doen. Daar ga ik ook niet over. Kijk, en als het wordt gedaan, dan is het altijd, dat zijn dan zulke grote leuns waarmee de jongens werken. Ja. Dan zien ze die eens niet. Nou, mijn ervaring is wel dat als je ze het vraagt, weet je wel, zo van jongens, oké, als jullie een plaatje willen hebben, maar blijf een beetje op afstand, dan doen ze dat ook. Ja. Dan doen ze dat ook. Ja hoor, nee, ik bedoel, want dan komen die mensen natuurlijk volgende week weer tegen Joop van Nemen. Zal er met Janine ongetwijfeld zijn. Ja. Ik sprak net wel Johnny Krijkamp en gisteren sprak Albert Vlinde. Albert Vlinde is niet aanwezig, vertelde hij. Ja. Johnny Krijkamp is vanmiddag aanwezig bij Media Lane om mee te werken aan het programma wat aanstaande vrijdag wordt uitgezonden. Door Max, hè? Ja, hij heeft natuurlijk lang met haar gespeeld, hè? Het zonnetje naar huis, hè? Ja, 10 jaar. Van 1993 tot 2003. Ja. Dus dat hij was ook gevraagd om bij M te komen zitten. Hij zegt, maar dan heb je zo'n behoefte aan. Hij zegt, want dan gaat het 1 minuut gaat het over Martine. En zegt, de volgende dag of volgende minuut gaat het over broodjes bakken. Ja, zegt hij, dat heeft niet zo'n zin in. Ja, hij heeft er wel een uitgesproken mening ook over, hè? Ja, nee, daarom. Dus dat... Dus hij zegt ze zal gemist worden. Nou ja, iedereen. Veel te jong. We zagen dit natuurlijk wel een beetje aankomen. Nou, ik dus niet, want het zou iets beter gaan. Ja, we hebben nog... Edwin heeft haar in januari van het jaar nog gefotografeerd. Toen liep ze met Berend Boudewijn rondom een huis, zeg maar. Ja, die foto ken ik. Met die zonnebril op? Volgens mij had ze geen zonnebril op. Oh. Maar het was een van de... Het was vorig jaar natuurlijk nog een paar keer op een feestje geweest. Bij Beeld de Geluid, bij de herdenking van Guus Verstraeten. Mm-hmm. Daar was ze, daar heb ik haar ook nog gesproken. Ja. En toen had ik vroeger ook nog een vraag van, nou, hoe zit dat? Kom je nog terug bij Heel Holland Bakt? En ik merkte aan haar stem dat ze was niet meer zoeken naar woorden. Dus ik bedoel, want ik had ook eerder gesproken, toen moest ze echt nog zoeken naar woorden. En dat had ze toen niet meer. Denk jij niet dat het Karin, want dat heb ik gisteren ook tegen Arnoud even gezegd, zou het niet kunnen zijn dat zij gewoon heeft besloten om op hemelvaart, op een vrije dag, heel de familie uit, omdat iedereen was daarbij, haar dierbaren, om dan toch te kiezen voor euthanasie, omdat ze niet meer uit de depressie kwam en dat het niet zozeer te maken heeft? Ja, is ook door mijn hoofd geschoten, maar dat weet je natuurlijk niet. En ik vind het iets om daar om ook te speculeren. Waar, nee. Dat vind ik eigenlijk... Natuurlijk, ik denk dat iedereen dat wel... Want er staat overleden aan de complicaties van de hersenbloeding. Ja, de depressie was een complicatie natuurlijk van de hersenbloeding. Precies, ja. Ja maar ja. Wat er precies is gebeurd, misschien zal het ook nog bekend worden. Maar ik ga daar liever niet over speculeren. Nee. Ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat ze eigenlijk afgelopen maandag al de uitvaart hadden gepland ook. Dat het bericht naar buiten zou komen, dat alles al was geweest. Dat had ik ook... Want in eerste instantie werd bekend, ze is overleden. Dus toen dacht ik van, dat is dan op maandag. En toen werd bekend van, het is op hemelvaartsdag gebeurd. Ja. En de uitvaart is op woensdag. Mm, ja. Ik denk, dan is het inderdaad gewoon alles het afgelopen weekend helemaal geregeld. Ja. Ja. Nou, hebben ze goed weten stil te houden. En dat is natuurlijk ook aan hun om dat zelf te bepalen. Ja, nee, dat was haar wens. Dus, dat moet je dan respecteren. Vind ik ook. Martine Bel beheerst het shownieuws. Maar is er ook nog ander shownieuws? Ja, we hebben Emiel Ratelband weer. Oh. Hij wordt toch weer vader. Hoe oud is hij? Ik had hem gisteren aan het... hij is 70. Het wordt zijn 8e kind. Ja.
En ik vroeg hem gisteren om bewijs, want hij heeft me al zo vaak geroepen van ik word vader en dan ging het weer mis. En dan riep hij van het was een tweeling, het waren twee jongetjes. En hij heeft me zo vaak geroepen. Ik zeg, en nu, ik geloof het pas als ik bewijs zie. Ik zeg, kom maar met een echo. Nou, dat was allemaal lastig, want hij wilde die vrouw helemaal buiten houden. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar dan kan je alsnog een echofoto laten zien, toch? Mm-hmm. Nou, dat was niet het idee. Nee, nou ja, dan weten we meestal wel hoe laat het is. Die man die doet ook echt alles om in de publiciteit te komen. Ja, want ik belde hem voor heel iets anders. En hij kwam uiteindelijk met het... En zei van, oh, weet je het al? Ik word mijn vader. Oh. Ja, sinds zijn uitspraken hier over nou, je weet wel waar het over ging. Ik wil er ook niet de aandacht aan besteden. Wil ik daar helemaal geen aandacht mee aan besteden, die gekke man. Nee. Dat, en dan, gisteren zijn Jos Wesley Jolante samen betrapt, dus ook gezien. Maar ook in goede harmonie of bij de advocaat? Nee, bij het stadion Galgenwaard van FC Utrecht. Oh, ja. En ja, of dat nou was omdat ze daar zeg maar op zoek waren naar een huis, had ik zes avonden bij zich. Ja. En volgens Xenia is er nog altijd niks veranderd. De statement die je land natuurlijk in maart naar buiten bracht, van dat ze uit elkaar zijn. Hmm. Ja, misschien zijn ze op zoek naar een huis. Misschien had hij daar zijn carrière gaat hij in Utrecht beëindigen. Mm-hmm. Zijn oude clubje weer, hè? Ja, het is een oude clubje natuurlijk. En hij speelde de vorige plek. Want het was vorige week dat hij zeg maar geëerd werd. Ja. En een onderscheiding kreeg in Utrecht. En dat het sportpark zijn naam heeft gekregen. Sinds speelde hij er al op dat hij zeg maar aan het afbouwen is. En dat Qatar toch wel waarschijnlijk het eindstadion is. Ja. En misschien is dat voor je land wel reden om te zeggen van nou, we gaan het inderdaad samen proberen. Als jij naar Nederland komt, en dan gaan we vanuit Nederland gewoon weer ons huwelijk nieuw leven inblazen. Ja. Als dat de voorwaarde is, dan zou hij natuurlijk dom zijn om te zeggen nee hoor, ik blijf lekker in Qatar zitten. Ja, en dat contract loopt natuurlijk deze zomer af. Ja, en hij speelt de afgelopen tijd speelt hij al niet of nauwelijks. Mm-hmm. Hij zei vanwege een blessure Qatar-roep van nee, hij is geschorst. Ja, dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. Er zijn in ieder geval perikelen dat hij eventueel naar Nederland zou kunnen komen. Oké, nou, dan sluiten we af maar met Wesley en Jolante. Ja, dat met de hoop dat het goed komt. En alle andere dingen lezen we natuurlijk gewoon in het weekblad. Uiteraard een story. Dankjewel Karin, tot volgende week. Oké, okay, doei. Doei.